Afgelopen week hebben we gesproken met politici van de Arnhemse D66, VVD en PVV over het boerkaverbod. Ook heeft burgemeester Ahmed Marcouch laten weten het verbod te handhaven. Zo vertelde hij dat iedereen zich aan de wet moet houden. Wat vinden Arnhemmers van een eventueel boerkaverbod? Ik denk dat de meeste mensen ermee eens zijn, denk ik. People should be respected in all culture, whatever. But ja, als zo'n vrouw het zelf wil, waarom niet? Ik ben achtergrond islamiet, ik kom uit Syrië. Ja. Dus de burka is niet moed in onze geloof. Maar de mensen gebruiken dat. Maar alles hier geboren, wat ik heb gezien in Arnhem, mm-hmm, of in Nederland, denk ik gaat een beetje misverstanden en gaat meer probleem dan normaal. Ja. Het is een vrij land, dus in principe zou iedereen datgene aan mogen dragen wat ze aan willen dragen. Ik denk dat ik er geen mening over heb, eigenlijk. Ik ben het mee eens. Ik ben mee eens. Waarom bent u mee eens? Het kan ook een terrorist zijn, toch niet? Wat zegt u? Het kan ook een terrorist zijn, toch? En dan zou je mening uitspreken, dan helpt het toch niks? Ik vind eigenlijk dat ze lekker moeten zelf doen wat ze zelf willen. Dus je vindt het geen probleem, die boerka's? Waarom zou het? Nederland verliest wel dan van dat het een vrije land is. Want tegenwoordig mag er heel veel in Nederland. Het is een vrije land. En dan zie ik het niet meer zo vrij. Wat ik daarvan vind, van een boerkaverbod? Onnodig. U vindt het onnodig, want? Nee, ik kan er niet indenken waarom eigenlijk. Ik vind het meer dat het specifiek voor het boerka mensen, de vrouwen, bedoeld is. En niet voor het hele gemeenschap. Want 's ochtends schrik ik mezelf ook wel. 'S ochtends is het 7 uur, 8 uur, is het nog donker. En dan zie je ook iemand met een helmmutsje. Maar dan zonder helm. Maar kijk, voor mij mogen ze hoor. Maar als eens met een boerkaverbod een bom blaast, dan gaan al die boerkas bam. Toch? Ik heb een droom, ook nu praten jullie over burka en hijab en zo. Ja. Dan heb ik een droom ook al die mensen kunnen samenleven. Mm-hmm. Dit is mijn idee. Dat we er allemaal in moeten lopen, geloof ik. Of niet? We moeten er allemaal maar in aan doen, zegt u. Ja. Neemt de verschillen weg. Ja, toch? Ja. Zo, mooi zin. Dus je kunt ook omdraaien, we doen ze niet uit, we doen er allemaal alleen aan. Ja. RTV Arnhem.